We zijn hier bij de dagbesteding van Interact Contour. Dagbesteding in Zwolle-Zuid aan de Vrijheid om precies te zijn. En die zit er nog niet zo heel erg lang, maar toch al wel een tijdje. Maar nog vrij onbekend hier voor de mensen in de buurt, want we hebben natuurlijk de coronajaren gehad. Daarom is het hoog tijd om eens kennis te gaan maken met de dagbesteding en met wat mensen die hier werken en die hier gebruik maken van de dagbesteding. Daarvoor gaan we praten met Robin Klein-Herenbrink, medewerker van Interact Contour, en met Harjo, een van de deelnemers aan de dagbesteding. Terwijl op de achtergrond allemaal mensen bezig zijn met koken, bakken, creatief bezig zijn, op de computer zitten, praat ik even door met Robin Klein-Herenbrink. Robin, jij bent hier van Interact Contour, van de dagbesteding. Eerst maar eens even heel simpel. Wat is een dagbesteding eigenlijk precies? Wij hebben meerdere dagbestedingsplekken in de stad Zwolle van ons Interact Contour. En eigenlijk op een dagbesteding komen mensen die in ons geval de mensen hebben niet aangeboren hersenletsel, aangeboren hersenletsel, voor daginvulling. Het hele imago van de dagbesteding van 10 jaar geleden is, dat is niet meer. Dus mensen komen echt om te werken aan doelen, om zeg maar, zinvol bezig te zijn, in de maatschappij te zijn of weer te komen. Dus dat is eigenlijk het doel van onze dagbesteding. Ja. Je zei net, er zijn meerdere dagbestedingen in Zwolle, maar daar hebben we het dadelijk nog even over. Eerst maar even over de dagbesteding hier in Zwolle. Waarom zit die eigenlijk hier in Zwolle-Zuid, precies die dagbesteding? We zijn eigenlijk een jaar terug verhuisd van de A-landen hier naartoe. Ja. We merkten in de A-landen dat we één groot gebouw waar alles plaatsvond. En de vraag van onze cliënten, om het even te noemen, die lag toch wel veel meer om zeg maar, dagbesteding te hebben in de maatschappij. Dus niet binnen 4 veilige muren van één gebouw. Ja. Dus we hebben ervoor gekozen om een plek te zoeken wat meer in de wijk, zodat we ook wat meer contact hebben met de wijkbewoners. En ook wel een kleinere pandlocatie te zoeken. Omdat we eigenlijk de visie hebben om het eigen dagbesteding plaats te laten vinden op de plekken waar het gebeurt. Mm-hmm. Dus in die zin, je hebt net al een beetje wat van gezegd, hebben we nu in Zwolle 8 kleinere plekken, locaties waar we dagbesteding bieden in plaats van 1 groot gebouw. Ja, ja, ja. En mensen kunnen op die plekken toegericht werken aan wat ze daar kunnen halen. Dus ik kan wel iets vertellen over de plekken. Prima. We hebben een samenwerking met Focus aan de Serbotstraat. Daar doen we voornamelijk het deel kunst en cultuur, textiel, handwerken. En daar hebben we ook de mensen die dat goed kunnen begeleiden, ook vanuit Focus, samen met Interact Contour. Wij hebben ons sport- en beweegdeel hebben wij op Deltion en Landstede 2 dagen in de week. Dat is natuurlijk ook een plek waar je echt in de maatschappij bent met jonge mensen. En daar doen we ook samenwerking mee met leerlingen en studenten die daar meewerken. En daar kunnen mensen buiten het sporten, dus het deel bewegen is natuurlijk heel belangrijk voor iedereen. Maar zijn ze ook in een omgeving waar ze worden uitgedaagd, waar ze kunnen leren omgaan met prikkels. Dat zijn dingen die daar vastzitten. Dan hebben we het wijkcentrum De Pol in Zuid. Hebben we ons keuken, activiteiten. Daar hebben we ons houtlokaal, het eerder schuurtje van Zuid, die we daar bemannen, samen met RIBW. Dit is eigenlijk onze hoofdlocatie, noemen we dat. Dus, en voor ons is dat echt de plek waar komen wel de meeste mensen, maar daar hebben we ook de mogelijkheden om zeg maar, de ADL echt toe te passen. Wat is dat, ADL? ADL is eigenlijk, makkelijk gezegd, alle hulp die mensen nodig zijn bij eten, drinken, verzorging. Dus dat is algemene dagelijkse levensbehoefte. Dus ook toiletbezoek en zo? Ja. Okay. Ja. Op allerlei plekken zitten dus, maar deze locatie, dat is echt waar jullie de hele week zitten? Ja. En wij zijn 5 dagen per week zijn we hier open.
Mm-hmm. En af en toe ook avonden, dan hebben we wel eens themaavonden. De Pool is 2 dagen in de week geopend. Op Focus zijn we 2 dagen per week. En op Landsteden en Deltion zijn we 2 dagen per week. Ja, ja. Dus dat is al wel een behoorlijke hoeveelheid. En je gaf in het begin aan, dat is vooral om wat meer nog in de maatschappij te komen. Dus meer contact te krijgen met de maatschappij. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren nogal te maken gehad met de corona. Ja. Dat zat dan waarschijnlijk behoorlijk dwars bij dat idee om dat echt goed vorm te geven. Ja, want eigenlijk toen we dit plan... eigenlijk een beetje vorm kregen. Dus we hebben natuurlijk onderzoek gedaan bij onze cliënten van waar is nou behoefte aan, waar is vraag naar. Toen het eigenlijk net zo'n beetje dat we de plekken gevonden hadden, toen kwam inderdaad corona, wat voor iedereen natuurlijk erg moeilijk was. Maar het heeft ons ook nog wel iets gebracht, want in die tijd hebben we ook gewoon heel veel digitale dagbesteding gedaan. Ja. En dat doen we eigenlijk nog steeds, dus dat we op afstand dagbesteding boden. En dan moet je eigenlijk denken van een yoga activiteit, een les educatie, dat mensen dan online daarbij aansluiten. En dat is eigenlijk ook, het heeft ook wel nog wat nieuwe gronden aangeboord voor ons. Dus het was niet helemaal weggegooide tijd eigenlijk, de coronatijd? Nee, maar we hebben wel gezien, als je dan plots voor langere tijd dicht moet als dagbesteding, dat mensen wel echt vastlopen op de woonlocaties, thuissituatie, partners. Eigenlijk het belang van dagbesteding is in die tijd wel heel erg aan het licht gekomen. Ja. Je hebt het net over de woonlocaties. Komen cliënten alleen maar van die woonlocaties? Want jullie hebben een paar woonlocaties in Zwolle bijvoorbeeld en ook in de omgeving. Komen cliënten alleen maar daar vandaan of komen ze ook van andere plekken? In hoofdzaak bedienen wij eigenlijk alle inwoners van de gemeente Zwolle. Mm-hmm. Enkele mensen komen van buiten Zwolle voor een specialistisch deel, bijvoorbeeld een AVC-groep. Die wordt niet overal geboden. Mm-hmm. We hebben inderdaad 3 woonlocaties in Zwolle. We hebben traject in Zwolle-Zuid. Dat is begeleid wonen. Dan hebben we de koppels in de A-landen. Een grote woonlocatie die momenteel die is eigenlijk plat gegooid en er wordt nieuwbouw daar gepleegd. En we hebben de stuwwal in de A-landen die voornamelijk gericht is op mensen met aangeboren hersenletsel en een wat jongere doelgroep. Ja. In de toekomst gaan de stuwwal en de koppels op in 1 nieuw groot gebouw in de A-landen. En dan hebben we 105 appartementen. En die ontwikkeling betekent voor ons als dagbesteding ook vrij veel, omdat de aantallen cliënten vertweevoudigd gaan worden, denk ik. Dus de lijn die we ingezet hebben met het aanboren van nieuwe plekken, nieuwe locaties in de stad, die krijgen nu eigenlijk weer een tweede fase, dat we weer een nieuwe plek aan het zoeken zijn en weer nieuwe samenwerking. Betekent dat ook dat jullie hier weer weggaan? Nee, dat zeker niet. Nee. Oh, deze locatie blijft? Ja, dit blijft een beetje onze plek waar de boel wel wordt aangestuurd en waar we natuurlijk ook veel activiteiten bieden hier. Maar we zijn nog echt wel bijvoorbeeld op zoek naar een plek wat meer een buitenlocatie is. Dus een wijkboerderij, zorgboerderij. Dus mensen ook echt gewoon in een andere omgeving nog weer dan een pand aan een doelen kunnen werken. Ja. Dus mocht u toevallig iets weten, kom dan even hier langs en geef het door. Dan, hè. Wie weet dat ook nog helpt. Ja. Maar dat zijn dus vooral mensen van de locaties die jullie hebben. Maar er zijn ook nog zat mensen die gewoon thuis wonen en die hier komen. Ja. Dus de mensen waar we het eigenlijk net over hebben gehad, dat zijn eigenlijk de mensen met een WLZ-indicatie, dus een woonindicatie. Mm-hmm. De mensen die nog thuis wonen, hè, dus bij een partner wonen of zelfstandig, die komen eigenlijk via de gemeente Zwolle, via de WMO. Ja. Die mensen bedienen we ook. En de verhouding ligt ongeveer 50-50. Ja, oké. En laten we het even dan beperken tot deze locatie. Wat kan hier allemaal op deze locatie? Eigenlijk op deze locatie bieden wij activiteiten die wat minder specialistisch zijn. Dus bijvoorbeeld een hout of een textiel. Daar moet je ook een apparatuur voor hebben, et cetera. Mm-hmm. Hier hebben we onze creatieve activiteiten vinden hier plaats.
Onze computeractiviteiten, dus mensen leren omgaan met ICT, met social media. We geven hier yogalessen, een kookgroep hebben we hier. We hebben RGM, dat is een, dat heet de Ronnie Gardner methode. Maar dat gaat eigenlijk over, zeg maar, ritmisch bewegen op muziek, zodat je je brein eigenlijk activeert en traint. Ja, en we hebben hier, dat is ook wel leuk om te vertellen misschien, we hebben binnen Intracontour hebben we ook een uitleenservice voor e-health middelen. Hè? Ja. Je ziet ook in de zorg dat technologie steeds belangrijker wordt. Mm-hmm. En zeker in de zin van, het zo lang mogelijk zelfstandig blijven, hè, van mensen. Ja. En die uitleenservice die wordt beheerd hier in Zwolle door cliënten van Intracontour. Oké, oké. En dat is superleuk. Ja, dus dat zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik, maar dan met niet aangeboren hersenletsel, die dat allemaal organiseren en regelen. Ja. Okay. Dus er gebeurt heel wat achter die muren van de dagbesteding eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Soms meer dan mensen denken. Stel nou dat er mensen zijn die zeggen, ik wil toch nog wel eens wat meer ervan weten. Ik wil nog wel eens meer achter de schermen kijken van de dagbesteding. Kunnen ze gewoon binnenkomen lopen of moeten ze er echt een afspraak voor maken? Nee, wij zijn eigenlijk wel een heel erg open. We hebben een open setting en vinden we het juist leuk als er, zeg maar, interactie is met mensen. Dus als mensen, zeg maar, nieuwsgierig zijn, wat gebeurt daar nu? De koffie staat klaar. Nou, dan zou ik zeggen, ik hoop dat je behoorlijk wat aanloop krijgt de komende tijd. Dankjewel Robin voor dit interview, voor deze informatie. Wie weet komen we ook nog wel eens op andere locaties om te kijken hoe het daar allemaal toe gaat. Voor nu in ieder geval genoeg voor dit. Dankjewel. En dadelijk praten we nog met een van de cliënten die hier actief is. Hallo, welkom. Fijn dat je eventjes voor de camera wilde komen. Jij komt hier geregeld op de dagbesteding. Ja. Hoe lang kom je hier al? Vanaf begin van dit jaar, januari. Begin van dit jaar. Ja. Heb je toen een ongeluk gehad of zo? Of? Ik heb 9 jaar geleden mijn eerste herseninfarct gehad. Ja. Heb ik er 3 achter elkaar gehad. Ik heb er daarna nog 2 gehad. En ik heb een hersenbloeding gehad. Ja. En ja, ik heb nooit aangewild. Maar nooit eerder al bij de dagbesteding geweest? Nee. Ook geen behoefte aan gehad. Nee. En waarom is dat dan nu veranderd? Er zijn wat dingen veranderd in mijn privé situatie. Plus dat het ontlast mijn vrouw. Oké, ja. Die bij mijn mantelzorger is. En dat is ook een behoorlijk pittig. Ja. Want jij hebt dus 3 herseninfarcten gehad. Een hersenbloeding gehad. Wat waren de gevolgen daarvan? 90% is voornamelijk cognitief. Ik heb in spannende momenten woordvindproblemen. Ik last van overprikkeling. Ik kan moeilijk mijn eigen structuur aanhouden. Dus ik moet de hele dag aangestuurd worden met dingen die gedaan moeten worden. Ja. En dat gebeurt hier ook, dat aansturen? Ja. Ja? Hoe gebeurt dat aansturen? Nou, meestal verbaal. Van je moet nou dit of je moet nou dat. Of je kunt nu beter dit. Mm-hmm. Moeten vind ik een redelijk een naar woord. Maar zo gebeurt het aansturen. Ja. En wat doe je hier eigenlijk zo allemaal op de dag? Ik ben bezig om een fijne motoriek in stand te houden. En ik bouw voornamelijk Lego modellen. Ja. En dan voornamelijk auto's. Verschillende soorten auto's. Ja. Want je fijne motoriek, zeg je, ik begreep dat vooral jouw linkerhand is aangedaan. Ja. En jij was links. Dus ja. Je moet nou eigenlijk dus aan wennen om vooral met rechts. Ik moet bijna alles rechts doen. Ja. Lukt dat een beetje? Het is lastig, maar mensen die in de maatschappij die voornamelijk rechtshandig georiënteerd is, is een stuk makkelijker als andersom. Ja. Maar schrijven en dat soort dingen blijft lastig. Ja. Ja, ik zeg altijd, ik kan prima links schrijven, maar dan is het gewoon het woord links. Ja. Dus dat is, ja. Maar hoe vaak ben je hier in de... Ik ben hier 3 keer per week. Ja. Maandag, woensdag en donderdagmorgen. Ochtends, dus een dagdeel. Oké, ja. En daarna ben ik ook gewoon echt kapot. Ja, dan moet je ook thuis nog gaan slapen. Ja. En,
Hoe bevalt het hier? Het is op zich leuk. Ja? Ja. Ja, want jij, heb je ook contacten met andere mensen die hier komen? Ja. Ja? We hebben heel veel contacten. Ja. Ja. En heel veel indrukken en dat geeft je extra prikkels en dat maakt je extra vermoeiend. Ja. Maar zijn die mensen in een vergelijkbare situatie met jou of is dat heel ieder verschillend? Ieder mens is uniek, dus ook iedere casus, iedere ziektebeeld is uniek. Mm-hmm. Iedereen beleeft ook zijn beperking en ziekte op zijn eigen manier. Ja, ja. En dat vind ik mooi om te zien. Ja, ja, ja. Niemand heeft het erger of minder erg. Mm-hmm. Het is allemaal erg. Ja. Nou, betekent het wel dat je hier bent, maar eigenlijk al toen je die herseninfarct hebt gehad en de hersenbloeding, dat je niet meer je oude werk kon doen. Hè? Ja. Je bent kok geweest en je hebt in de zorg gewerkt. Ja. Hoe erg was dat om dat niet meer te kunnen doen? Heel erg. Ja? Ik ging fluiten naar mijn werk. Af en toe ging ik ook fluiten terug. Ja. Ik vond het geweldig. Ik genoot echt van mijn werk. Ja. Het contact met mensen en met cliënten, dat vond ik geweldig. Mm-hmm. Ik heb ook een hele lange periode niet kunnen accepteren dat ik niet meer kan werken. Ja, ja, ja. Maar ook dat is voor iedereen verschillend die hier is. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, sommigen, als ik het goed begrepen heb, sommigen die hier zijn al vanaf de geboorte gehandicapt of beperkt. Ja. Het is altijd wat voor woord moet je nou precies gebruiken daarvoor. Sommigen later, sommigen zoals ik, hebben een herseninfarct gehad en vonden het allemaal prima. Ja. Maar dat is dus heel verschillend hier. Ja. Praat je daar ook over met mensen? Nee. Nee? Nee. Wil je dat niet of gebeurt dat gewoon niet? Dat gebeurt gewoon niet. En een herseninfarct, je gaat ook door bepaalde, kijk, en dat is de achtergrond die je hebt, een bepaalde rouwfases heen. En je moet het ook accepteren. Ja, ja. En ja, ja, ik ja. accepteer niet dat ik ziek ben. Nee, dat zal nee. ik ook nooit doen ook. Dat hou je zo, dat wil je niet. Ja. Ja. Dus je rijdt nog gewoon auto, je doet eigenlijk alles wat je wilt doen. Ja. Alleen moet het dan op een lager pitje doen. Ja. Ja. En minder complex. Ja, ja. Ik kan bijvoorbeeld niet meer koken. Oké, okay, dat is. Dat is in chronologisch volgorde. Dus ik kan het heel goed uitleggen, maar ik kan het niet meer doen. Oké. Dat is te complex. Ja, 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 ja. Bij nadenken hoe je bijvoorbeeld een ei moet bakken en dan uitvoeren, dat is te complex. Oké, oké. Want je hebt die opleiding gehad, je hebt 10 jaar, vertelde je, als kok gewerkt. Dan zou je toch zeggen dat gewoon in je systeem zit, ook al heb je daarna nog het even land staan, maar dat is dus helemaal weg. Je moet wel nadenken bij wat je doet. Mm-hmm. En dat nadenken en overzetten naar je handen toe of naar hoe je het uitvoert, okay. Dat maakt het lastig. Ja, 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 ja. Dus het denken, dat gaat nog prima, maar het uitvoeren. Ja. De handen willen niet meer wat dat betreft. Ja, sowieso je linkerhand niet meer, maar ook met rechts lukt dat niet meer. Nee. Oké. Dankjewel, Harjo, voor dit verhaal. Tot je dienst. Ik hoop dat de mensen iets meer duidelijk nog weer hebben van wat niet aangeboren hersenletsel allemaal kan betekenen. Wat jij al zegt, van als je hier rondkijkt, er zijn zoveel verschillende soorten en zoveel verschillende manieren waarop mensen geraakt kunnen worden. Maar in ieder geval hebben we nou een beeld van hoe dat bij jou is. Ja. En hoe het hier op de dagbesteding is. Ja. Dankjewel. Tot je dienst.